Gelukkig. Je moet even zo slaan. Even zo klappen. Ja. En nu zo klappen. Ja. Nu doe jij je been omhoog. En dan klap je onderdoor. Ga vooruit dan, Marie. En nu, zo. Nu pak je twee pilsjes. En dan doe je even zo. Eén biertje ook goed. Nou vooruit. Hey, kunnen we beginnen, Nordy? Ja, laten we ermee beginnen. Mooi. Dit is Bierproef. Yes. Met Bas. En met Nordy. Ja, goeiedag even. We zijn er weer. Op het plekje. Ja. Op onze kamertjes. Met een nieuwe verbinding. Nieuwe verbinding. Het was even geprut om alles weer op te starten. Maar alles is weer spik en span, inclusief pils. Wat heb jij bij je, Bas? Nou, het is geen pils dit keer, hoor. Dit is wel echt bier. Dit is echt bier. Moet toch eens kijken. Wat is dat dan, joh? Een of andere vampier? Ja. Silver Bullet? Je kunt heel lang kijken en zo lang zoeken totdat je een duiveltje ziet, maar die ga je niet vinden, want dat is het niet. Oké. Het is een Silver Bullet. Klinkt interessant. Ja. Waar komt dat vandaan? Uit Amsterdam komt die. Van de Two Chefs brouwerij. Nou, kraak hem open. Dan schenk ik ondertussen deze Kampen Prinsessenbier in. Ah, van David. Die van David, die hebben wij toen lekker gekregen. Gebrouwen volgens origineel receptuur. Ja? Een blond pilsje voor de dinsdagavond. Moet je kijken, Nordy. Kijk dan eens even. Hé, hey, je hebt een mooi glas. Zie je het? Fantastisch, hé. Goed, hè? Heerlijk. Zo, ja. Die van mij die kan ook mooi schuimen, hoor. Zie je weer niet op te letten. Ik zie het nu pas. Oh. Hé, hey, je hebt prut, hè? Lekker, man. Proost, jongen. Ik proef nog alleen maar schuim, maar helaas. Hey Bas. Ipaatje, lekker. Bas, ik heb weer een paar filmpjes meegenomen. Ja, lekker. Leuk man. Om er even in te komen. Ja? Jij zit nu 3 weken thuis, ja? Ongeveer. Ja. Ik kan me voorstellen dat je een beetje gek wordt. Dat je af en toe even de boel eruit schreeuwt. Ja. Oh, en nu moet ik doen alsof ik hem nog niet had gezien. Ja. Dat is wel jammer dit. Helaas weer. Oh, daar heb ik al een uur tegenaan gekeken om te testen of het geluid het deed, maar dat terzijde. Ik heb ook lekkere droge worstjes hier staan, hoor. Ik ben wel jaloers op jou. Ik heb er nog eentje. Dit is een backpacker. En die dacht van, ik ga eens even een stukje backpacken in deze tijd. Komt-ie, hè? Kijk, zet hier een mooi tentje op. Huppa, tentje erbij. Mooi luchtje. Bergjes. Nou, is toch een mooie manier om even tot rust te komen. Ja, wel leuk. Ik had er alleen wel een grotere... groter eind verwacht. Ja, het blijft een beetje magertjes. Mee eens? Nou, misschien flirt je deze wat op. Ja, dit is goed. Dit onze is onze grote kapper. Vriend, Lauwens. Ja, mooi man. Hij heeft me toch een knallen van een sketch gemaakt. Ja, bijna net zo vaak weggeven als onze carnavalskrater. Ja,
Oh, wat een vent, hè. Dat is toch fantastisch, dit. Dat is toch fantastisch, hè. Ja, wat een gek. Oh, wat mooi. Wat mooi. Oh, oh, oh. Ja, dan moeten we maar eens uitnodigen binnenkort. Ja, dat is echt wel een return waard, inderdaad. Ja, hè. Dan komen de goede verhalen los. Hoe smaakt jouw pils? Ga ik zo even wat meer over zeggen. Ik stop net een worstje in mijn mond. Ah. Waar die zit je van nou? Mij is, nog veilig thuis? Nog veilig thuis? Ja, alles nog prima. Dit blonde biertje is gewoon standaard blond. Oké. Okay. Volgende filmpje, Bas. Smaakt goed. Oh, kijk eens. Nieuwe filmpje. Komt-ie. Of komt hij niet? Nou, daar lijkt het wel op. Oh, kijk eens. Hij komt. Hij komt. Hij komt niet. Hij komt. Ja, dit is ja. Als je live ja, gaat. Ja, daar is hij. Daar is hij. Ja. Ja, dat snappen we. Pilsje. Leuk, man. Nou, was toch leuk, hè? Ja, was mooi toch gemaakt. Even grappig. Mooi gemaakt. Was toch gek, dit past er mooi bij. Wat vind jij van het nieuws eigenlijk? Dat Linda de Mol nu zelf haar huis moet stofzuigen en poetsen. Wat moet Linda? Linda de Mol. Die heeft normaal natuurlijk een schoonmaakstertje, hè? Oh, goed. Ja, en die is nu zelf aan de poets. Stond groot op RTL Nieuws. Oh, maar dat is echt zielig voor de. Vind ik ook. Ze zei, heeft dat nog nooit gedaan? Ze zei, het was toch wel een hele onderneming om de hele verdieping te stofzuigen. Ja, dat ben je toch niet goed bij je hoofd. Gut. Hè? Oi. Dit filmpje heb ik jou opgestuurd, Nordi. Dit heb je mij opgestuurd en die gaan we eens even bekijken. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, hij is mooi. Hij is mooi. Je moet toch wat, hè? Hij is mooi, ja. Ja, dit had ook net zo jou kunnen zijn naast je wasmachine. Ja, zeker. Heb je wel een wasmachientje daar op je kamer? Ik heb een wasmachine, zeker. Mooi in de douche staan. Ja hoor. Netjes. Doe maar. Die doet het goed. Hier, Nordi, ik ben benieuwd hoe je gaat reageren. Dit is werelds. Ja, daar komt ie. Volgende video. Oeh! Ach ja, je zwaar. Nou, wat een lol. Dit is mooi, Nordi. Dit moeten we ook gaan maken. Wat is dit? Oh! Kijk. Kerel. Dan kunnen we gewoon tikken op 1,5 meter. Ja, jongen. Ja, dat is goed, hè? Weet je, kijk, ze reiken altijd een Nobelprijs uit. Voor het beste, brakende idee of opvatting. Ik vind dat deze kerels wel in de buurt komen. Jawel, hè? Oh. Wat is dit? Dit is mooi. Dit is een tip voor jou. Jij werkt thuis, toch? Ja. Wauw. Ja, toch? Ik verwacht wel dat jij ook zoiets gaat maken, Nordi. Het zit er dik in, toch? Kijk eens. Dit lijkt ook wel een beker melk. Goh. Wit glas. Kijk dan. Dat plumpt gewoon helemaal aan de bovenkant. Oi. Oh. Ja, je moet goed blijven trainen, hoor, met het inschenken, want... Ach. Ik ben nog niet echt gevorderd in. Nee, ik merk het. Ah, we hebben nu de tijd, hè. We hebben de tijd. Ja. Je moet vier wekken zetten op een avond. Vier? En dan telkens als de wekker gaat, moet je gewoon op willekeurige tijden doen. Ja. Zodra de wekker gaat,
loop je naar de koelkast, pak je een biertje, schenk je in en dan drink je hem op. En aan het eind van de avond ga jij met jezelf even reflecteren welke van de vier je het mooiste hebt ingeschenkt. En als je dat elke avond doet, dan hou je het goed bij. Ik moet elke avond vier... Ik hoor mezelf zeggen geschenkt, geschonken. Ik moet elke avond vier biertjes drinken. Ja, en als je dan gewoon vier mooi inschenkt, dan ja, maar Bas, als ik elke avond vier biertjes ga drinken, dan overlijd ik niet aan het corona, maar wel aan drankovergebruik. Ja, joh, vier. Ja, dat zijn er 28 in de week. Ik vind dat wel een beetje veel. Ja, ik ben niet zo gebouwd. Ik lig met drie biertjes al onder de tafel, dus ja. Eigenlijk ben ik een hele slechte bierproever. Noordie, vertel eens een sappig verhaal wanneer jij onder de tafel lag. Kom eens op. Nee, nou ja. Ik weet alleen nog. Ik heb het snel afgeleerd. Op mijn 16e had ik een feestje van een vriend van me. Ja. Ik weet dat ik om 11:30 al thuis weer in bed lag. En ik hoorde de volgende ochtend dat zijn moeder druk bezig was geweest met kots naast de wc opruimen. Ja? Lekker man. Sorry man. Ja, daar leer je toch van, hè? Ja, maar op een gegeven moment word je groot en dan zit het er niet meer in, hè? Ja, maar toen kwam ik erachter dat al die mixdrankjes, die moet je niet bij elkaar stoppen. Nee. Dat werkt niet. Nee, dat is troep. Uiteindelijk kom je erachter dat gewoon een lekker speciaal biertje waar je van kan genieten, waar je iets langer mee kan doen, ja, dat is het ultieme. En daar overtuigen wij op dit moment de student van, hè? Nou, precies. Inderdaad. Ja. Ik zeg, mooie afsluiting zo. Ja, nog één vraag. Heb je nog een goede Netflix-tip? Nou, die kerel met die tijgers moet heel goed zijn. Ja, die heb ik al uit. Oké, die heb ik nog niet gezien. Was die mooi? Je vindt het mooi of je vindt het kut, maar ik vind het mooi. Oké. Ja, het is wel goed. Ja. En als je nou Formule 1 mist, omdat dit is er nu niet, die Drive to Survive, dat is seizoen 2, die is al een tijdje uit. Ja. Maar dat is wel echt tof om te zien. Als je er een beetje van houdt, dat vind ik echt leuk om te doen zien. Mooi in elkaar gezet, hè? Dat is de tip voor vandaag. Ja. Nou, top. Daar doen we wat mee. Oh, daar giet hij weer. Hij ging er bijna overheen. Oh. Maar wat is jouw tip, Bas? Mijn tip? Ja, dat was in eerste instantie toch ook wel Tiger King. Goed, mm-hmm, man. Echt. Weet je wat mooi is? Ja. Er komt een stuk of 10 à 15 keer komt er een nieuw personage in de serie. In de documentaire. En dan denk je, eindelijk een normaal iemand. Ja. En dan echt 5 minuten later, dan denk je, weer een of andere gek. Ze worden steeds gekker daar. Ja, fantastisch, man. Ik kijk ernaar uit. Dat je van die tijgers, smokkelen tijgers mee het hotel in, van die kleine in een koffer. Ja. En dan laten ze vrouwen komen en die willen met hem op de foto en zo. En dan kon hij zo die vrouwen meelokken in het bed in. Ja, dat is wel fantastisch. Hoe verzin je het? Ook nog een strategie. Ja. Maar die beesten worden snel werkt, groot, hè? Mhm. Mhm. Zo oppassen. Oi. Hey Bas, ik zeg geniet nog even van de avond. Van het bier. En dan, jij ook. Zie ik jou volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Ja, gezellig, hè? Zolang we nog niet naar buiten mogen van meneer Rutte, zitten wij hier wel op ons zolderkamertje. Ja, dat gaat nog lang duren, hoor. Mm-hmm. Het zij zo, we doen het ermee, hè? Absoluut. Het moet maar. Noordie, stay safe en tot kiekes. Aju. Jojo. Hoi.